Hallo, goeie avond. Als het goed is, maar ik zei het natuurlijk de vorige keer ook al, maar als het goed is, liggen jullie lekker in bed, klaar voor een verhaal. En ik heb weer iets uitgekozen. In dit geval is het een verhaal uit het boek Een heel jaar voorlezen. Vier seizoenen in één boek, dus ontzettend leuk voor mama en of papa. Het is geschreven door Selma Noord en Tineke van der Stelt. Het kost €18,50, hè, bij ons natuurlijk te koop en het is uitgegeven door Leopold. En het verhaal dat ik ga voorlezen heeft te maken met iets wat een beetje actueel is, want misschien zijn jullie wel op berenjacht gegaan. Dat is natuurlijk overal nu, hè, als je buiten loopt met papa of mama, dat je dan beren achter de ramen ziet. Nou, mijn verhaaltje heet Beren in het bos. Oom Frits is er, helemaal uit Amerika. Hij woont de hele week al in het huisje in het bos. En als Noor en Roel op zaterdag met papa en mama komen, krijgen ze een cadeautje van hem. Echte indianenkleren. Roel zet zijn veren tooi op en rent rond met een plastic tomahawk. Dat is indianentaal en dat betekent strijdbijl. Noor heeft twee veren in een hoofdband, een indianenjurk en een pijlenboog. Ze rent joelend achter Roel aan en schiet een pijl in zijn veren tooi. Papa en mama zitten buiten te praten met oom Frits en zeggen de hele tijd: "Wat zeg je? Sorry, ik versta je niet. Wat zeg je?" Tot papa roept: "Hé daar, indianen! Ga een stukje verderop spelen. Wij kunnen hier niet eens met elkaar praten." Roel en Noor rennen tussen de bomen door tot ze op een mooi open plekje komen. De zon strooit lichtvlekjes op de bosgrond en het is er stil. Overal liggen takken die zijn afgewaaid toen het stormde. "Dit was onze geheime plek, oké?" stelt Noor voor. "En hier maakten we een wigwam van takken, want hier kon niemand ons vinden." "Wat is dat, een wigwam?" vraagt Roel. "Dat is zo'n indianentent met een punt van boven. Eigenlijk is die niet van takken gemaakt, maar dat geeft niet," legt Noor uit. "Het kan wel van takken." Een tijd lang verzamelen ze de grootste, sterkste takken die ze kunnen vinden. En dan zegt Noor: "Zoek jij nog meer takken? Dan begin ik alvast met bouwen." "Ja, maar ik moest jouw pijl en boog meenemen voor als er vijanden waren, want jij had mijn bijl nodig om de takken te hakken," zegt Roel. Ze ruilen. Roel holt weg met de pijl en boog en Noor begint te bouwen. Als Roel terugkomt met nog meer lange takken, heeft Noor al een hele takkenwigwam gebouwd en zelfs een kleed bij mama gehaald en op de grond gelegd. Ze heeft het er warm van gekregen en ze heeft haar indianenjurk uitgetrokken. Roel komt even op het kleed zitten om uit te puffen en intussen denkt hij na. En toen kwam er een beer. Die rook dat wij lekker eten hadden, want ik had... even denken. Want ik had een hertje doodgeschoten. En die waren we aan het bakken op een vuur. En toen... toen wou die beer jou aanvallen, verzint hij. En ik was jouw vader. En toen riep jij mij. En ik joeg hem weg met jouw pijl en boog. Nee, ik schoot zelf een pijl tegen hem aan. Noor pakt haar boog al vast. Ja, oké. Maar toen jij wegrende, sloeg ik hem ook nog op zijn kop met mijn bel, zegt Roel. Hij gaat op zijn knieën zitten en tuurt om zich heen in de struiken. Sst, indiaanvrouw, ik hoor iets. Hoor jij het ook? Ik hoor een beer. Hè? Ik hoor echt een beer, fluistert hij. Ze zijn stil, want ze horen echt iets. Ze horen takken kraken. En dan horen ze echt grommen. Gevaarlijk grommen. Dat komt van twee kanten uit de struiken. Roel en Noor kijken elkaar aan. Zouden er in Nederland toch nog een paar gevaarlijke beren verstopt zitten in de bossen, ergens waar niemand ze nog heeft gevonden? Er klinkt een vreselijk bloedstollend gebrul. Iets zwaars en groots komt krakend en met maaiende armen uit de struiken, recht op Roel en Noor afgestormd. Van de andere kant komt er ook zoiets. Oh, om Frits wil Roel grijpen. Papa wil Noor grijpen. Maar Noor schiet pijlen tegen papa's borst. En Roel mept oom Frits met zijn tomahawk. Net zo lang tot allebei de mannen genade smeken. Dat zal ze leren om net te doen alsof ze beren zijn. Dus het was een beetje op berenjacht, maar ook weer niet helemaal. Maar ik hoop wel dat jullie het een leuk verhaaltje vonden. Dus voor zometeen lekker slapen. En tot de volgende keer. Doei doei!